En president Chandrika Prasad Santokhi heeft afgelopen zaterdag in het district Nkeri het startsein gegeven voor het aansluiten van een deel van de Van Pettenpolder op het elektriciteitsnet. Met het heen van de eerste paal is er naar zeggen van het staatshoofd ook het symbool gegeven om overal in Nkeri ontwikkeling te brengen. Districtscommissaris van Nkeri, Senrita Gobardan, zegt dat de buurt 9 jaar in het donker heeft moeten leven. Volgens directeur Marcel Eindhoven van de EBS zullen de bewoners binnen een maand beschikken over elektriciteit. President Santokhi liet ook weten deze week in Kamoeinen wateraansluitingen te zullen doen en vervolgens in het district Para het startsein te zullen geven voor de bouw van een scholencomplex.